Vooraf betiteld als 6-puntenwedstrijd. Deze ontmoeting op Sportpark Dijkpolder. Tussen Scheveningen en Excelsior Maassluis, waarbij die laatste natuurlijk gastheer is. Hier is de niet, hier is de niet. Ja, hij is er wel. En het is een doelpunt ook. Nummer 10 toch alweer van dit seizoen. Met veel geworsteld. Vorig jaar het symbool van de ommekeer van Scheveningen. Die ommekeer komt er nu ook, alleen wat later. En weer is de niet gevaarlijk, want dit is zijn 10e toch alweer van dit seizoen. En binnen 9 minuten de voorsprong voor Scheveningen. Dat gaat voor de 5e overwinning op rij. Hier is een schotje, niet meer dan dat, van Pieter Langendijk. Ja, die had nog een periode waarin hij 6 keer scoorde in 5 wedstrijden. Het is tegenwoordig allemaal net even wat minder. Scheveningen krijgt hier de bal niet weg en dan krijgen ze wel de rekening gepresenteerd. Kevin Ringeling is degene die niet twijfelt, maar gewoon doet. En de mannen uit Scheveningen, ja, vertwijfeld achterlaat. Dit was te voorkomen geweest, is ongetwijfeld de conclusie als je de beelden terugziet. Nu ja, gedane zaken, hè. Ze nemen geen keer, het is 1-1. Blijft op die manier wel erg spannend. Aan elkaar gewaagd natuurlijk deze twee ploegen. Schotje van Wennekers. Het zijn de nummers 14 en 12. Ja, Scheveningen nu wat hoger, heeft zelfs 2 punten meer. Dan de ploeg van Corneille uit Maassluis, de Tricolores. Tweede helft dan begon. Met hier de kans. Nee, hij hoeft niet in actie te komen van de maten, want hij gaat er niet in. In eerste instantie niet en in tweede instantie viel Ringelberg ook niet. Het publiek vraagt zich af hoe het mogelijk is. Daar ontsnapt Scheveningen. Dat hebben ze natuurlijk veel meer dan in de eerste helft van het seizoen. Dat ze aan zaken ontsnappen. Hier is Mike Teniet. Hier is Mike Teniet. Het zit mee. En het zit heel erg mee. Tweede doelpunt van de spits van Scheveningen. Die ook nog eens met een blessure worstelde. Die hij opliep tegen Kozakkenboys. Kon een paar keer niet in de basis starten. Maar kijk, als dit soort dingen meezitten, dan weet je dat je in een flow zit. Als ploeg, maar ook als speler. En de voorsprong is er dus voor Scheveningen. En Corneille zegt dan tegen zijn mannen, kom op. We hebben dit al eens eerder omgebogen vanmiddag. Prachtige omstandigheden om te spelen natuurlijk. Hier is een mooie kopbal. Ja, niks mis mee. Van den Berg. Vincent teruggekeerd in het elftal. Assistent-trainer geweest nadat hij gestopt was. Op zijn besluit teruggekomen. En nu dus weer in de basis bij Excelsior Maassluis is de aangever. Het is Bram Wennekers met zijn 6e. Met een prachtige goal. Wat een mooie middag is het zo in Maassluis. Waar de doelpunten als rijpe appelen van de boom vallen. Hier is de vlucht. Hij is in het elftal weer teruggekeerd door wat blessures. Kalpo is degene die nu geblesseerd moet toekijken. En kijk eens hier. Verdedigers kunnen scoren. Dat deed Ringeling al voor de tegenpartij. Maar nu van Koesveld voor Scheveningen. Eerste van het seizoen wel een belangrijke, want daarmee komt Scheveningen voor de 3e keer in deze wedstrijd op voorsprong. Hier gaat ook van alles mee bij Excelsior Maassluis, uit de verdediging natuurlijk. Maar Urbanus, Kleiweg, ze worden gezocht, maar ze worden nu nog niet gevonden. Lekker balletje van de niet. Ja, lekker balletje. Ja, Gomez Nieto, hij is in het elftal teruggekeerd en heeft een gouden trap. Gouden voeten. En dat bewijst hij met deze pater op de niet. En dan, ja, kijk eens, de niet twijfelt niet. Oog in oog met Boks. Hattrick voor deze spits. Op 12 staat hij nu. Vorig jaar had hij er 18. Hij komt dus in de buurt. Maar kan het nog spannend worden, Maassluis. En Pieter Langendijk, die heeft er ook even op moeten wachten. Nummer 15 van dit seizoen, is er nog tijd als Langendijk hier toch zoiets als de aansluitingstreffer weer maakt. Maar het komt te laat. Scheveningen wint voor de 5e keer op rij. Mooie wedstrijd in Maassluis.